In deze aflevering te gast Yvonne Sons-Tolk. Zij komt onder andere vertellen over de Summer School, de zomerschool. Wat het is, wat het inhoudt. Zij gaat het zo dadelijk melden. En Henk Driessen, de wethouder sport. En hij vertelt over de Giro d'Italia die naar toe gaat komen in 2016. De wethouder onder andere belast met sportzaken. Henk Driessen, van harte welkom. Mooi nieuws voor Tiel, hè? Volgend jaar de Giro d'Italia die door Tiel komt. Ja, hier zit een trotse en enthousiaste wethouder. Overigens het hele college. En ik hoop dat de hele gemeente straks enthousiast en trots is. Dat de Giro d'Italia op 6, 7 en 8 mei in Gelderland georganiseerd gaat worden. Als start, hè, 6 mei de proloog. Dan 7 en 8 mei twee etappes in de provincie waar ook Tiel wordt aangedaan op de eerste etappe. Ja, er is natuurlijk nogal wat, hè? Zo'n internationaal toernooi. Of criterium, hoe zullen we het noemen? Ja, het is natuurlijk een etappewedstrijd van formaat. Mm-hmm. Een van de mooiste van de wereld, vind ik persoonlijk. Ja, je hebt Spanje, hè? Je hebt de Tour de France, Frankrijk en Italië met de Giro. Ja. Is toch fantastisch dat dat in Nederland start? Ja, en daar kunnen ze natuurlijk niet om Tiel heen. Tiel heeft sport hoog in het vaandel staan en staat bekend als wielerstad. Met jaarlijks de profronde en op het ogenblik ook een kleine traditie met de Holland Ladies Tour. Ja. En dan is het alleen maar af en dan mogen we echt met z'n allen trots zijn dat de Giro ook Tiel gaat aandoen. Ja, gedeputeerde Markink is het, hè, van de provincie die zich hier hard heeft voorgemaakt. Vorig jaar ook al in Tiel, waar die ook al zei van nou als het kan, dan zullen we ervoor zorgen dat Tiel meedoet in het spektakel. En hij heeft woord gehouden, dat is mooi. Ja, absoluut. En ik heb hem op het moment dat het bekend werd gemaakt in Milaan, heb ik hem ook meteen even de felicitatie overgebracht. Want hij heeft daar echt zijn nek voor uitgestoken en heeft gelukkig ook de staten meegekregen. En een onderzoek wijst uit van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen dat ook 80% van de Gelderlanders eigenlijk heel graag willen hebben dat de Giro in Gelderland gereden gaat worden. Ja, want 3 dagen lang staat de blik op Gelderland, zo moet je het zien. Ja, misschien kun je wel zeggen 4 dagen lang. Want de dag ervoor is de grote perspresentatie ook in Apeldoorn. Ja, en dan staat het 3 dagen volop op tv ook. Wat uitgezonden wordt, ik meen in 172 landen. En dat er iets van, als ik me niet vergis, iets van 700, zoveel miljoen kijkers gaat opleveren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Er zijn natuurlijk ook mensen die kritisch zijn, want er is een aardig bedrag bij gemoeid, boven de 10 miljoen euro. Die zeggen van ja, moet dat nou allemaal wel? Hoe is jouw visie daarop? Ik heb ook die gesprekken al gevoerd. Er zijn heel wat criticasters die zeggen van moet dat wel, dan kunnen we toch beter aan andere dingen besteden. Ik denk, en daar heeft de provincie zijn nek voor uitgestoken, dat het kost natuurlijk heel veel geld, hè, ruim 10 miljoen. Maar hetgeen, en dat is ook onderzocht, hetgeen wat het waarschijnlijk op gaat leveren is veel meer. Alleen dan moeten we niet vergeten, dat is heel moeilijk te meten. Als je straks een hele hoop toerisme krijgt, mensen die de sporten of de starten en de finish gaan bezoeken, die gaan ook dingen besteden in diverse steden. En dan kan dat op een andere manier terug gaan komen. En dan hoeft het niet terug te komen in de gemeentekas of terug te komen in de provinciekas. Nee, dan gaat het naar de economie. Het is ook een economische impuls. En ik denk dat dat een verantwoorde uitgave is. Ja, wat ook belangrijk is natuurlijk, hè, dat jeugd, zeg maar, dit ook natuurlijk een heel mooi evenement gaat vinden. Het wielrennen aan zich, dat zie je eigenlijk ook al met de profronde. En jeugd, hè, dat loopt in Tiel hartstikke goed. Die aanwas van jonge mensen die weer op die fiets klimmen. Dit is natuurlijk ook weer zo'n extra impuls. Ja, wat mij betreft, en daar ben ik over in gesprek met diverse organisatoren, maatschappelijke organisaties, onderwijs ga ik erbij betrekken, ondernemers, bedrijfsleven. Wat mij betreft is het niet even dat doorkomen van de Giro in Tiel. Ik wilde juist ook, en dat zie je eigenlijk ook bij Utrecht en omgeving, ik wil dit ook gaan gebruiken door allerlei evenementen ernaast te organiseren. Want laten we wel wezen, Tiel en omgeving is natuurlijk ook, staat het boek als een toch min of meer ongezonde omgeving. Waarbij, en met name ook jeugd weer, hè? Met name obesitas jeugd, is een heel serieus probleem. En wij willen juist dit sexy onderwerp gaan aangrijpen om mensen toch in beweging te krijgen. Dus wat dat betreft sluit het prima aan bij het beleid van de gemeente Tiel? Absoluut. Heb jij nog het laatste nieuwtjes? Want je hebt al gesprekken gevoerd, hè, in Arnhem. Nou ja, het allerlaatste nieuws is dat we inderdaad erbij horen.
Maar ik heb ook al gesprekken gevoerd en ambtelijk wordt er nog uitgebreid gesproken om met elkaar eigenlijk te gaan zorgen dat het een hele mooie, maar vooral ook veilig parcours gaat worden. En dat wij de vrijheid ook krijgen om het een en ander eromheen te gaan organiseren. En we zijn ook aan het kijken wat het voor Tiel en de regio kan nog gaan leveren. Want we zeggen wel Tiel klopt, hè, als het goed is komt hij bij ons door Tiel heen. Op welke manier zijn we nog aan het uitzoeken? Het moet natuurlijk mooi zijn en gezellig, maar ook veilig. Maar ook de regio's komen ook door de regio heen. Ja, en dan ben ik nu in gesprek om te kijken hoe wij voor al die miljoenen kijkers in Nederland, maar zeker ook in de rest van de wereld, eigenlijk het een en ander van Tiel en de regio te laten zien. En daar wil ik op inzetten om dit als een soort middel te gebruiken waarbij we een ander doel kunnen bereiken, zowel op sporten en bewegen, lees gezondheid, maar ook een stukje promotie van Tiel en de omgeving. Nou, fantastisch. Eén ding is zeker, wij van de StadsCV, wij zijn erbij. Ik zou het je kwalijk nemen als dat niet zo zou zijn. Nu aan tafel Yvonne Son Stolk. Yvonne, van harte welkom. Jij bent betrokken bij de zomerschool, hè? De Summer School. Ja, inderdaad, dat klopt, ja. En dat is eigenlijk een voortvloeisel van vorig jaar, het jaarthema, het jaar van de senioren. Klopt helemaal, ja. Hey, vertel. Nou, de zomerschool is verleden jaar eigenlijk ontstaan. En dat zouden we heel graag willen overdragen aan een particulier initiatief. Hè? Participatiewet, daar hebben we allemaal de mond van vol. En er is inderdaad een organisatie opgestaan en dat is SeniorWeb. En die heeft destijds aangegeven om een groot gedeelte van de cursussen van de zomerschool over te willen nemen. Alleen ja, iemand die de administratie zou willen doen en de PR en de begeleiding, ja, die ontbrak daaraan. Want SeniorWeb zijn ook allemaal vrijwilligers. Oké, okay. Hey, vertel eens, die zomerschool vorig jaar, dat was een grandioos succes. Wat werd er allemaal georganiseerd? Nou, er werd heel veel georganiseerd. Onder andere met name richting computer gebeuren. Denk aan de iPad, denk aan OV-chipkaart, hoe beheer je zo'n ding. Ja, dat mensen ook uitleg krijgen. Precies, uitleg hoe werkt zo'n chipkaart, hoe kun je hem opladen, wat als er iets misgaat, hoe kom je dan weer je centjes terugkrijgen. Ja, voor heel veel mensen eigenlijk hele simpele dingen, maar precies. Goed, er zijn genoeg ouderen die helemaal niet weten hoe het zit. En zelf ook hoor, ik zou het niet weten wat dat betreft. Dus. Nee, oké, maar nu wel. Want jij maar nu wel, ik heb de cursus meegemaakt. Hey, en dit jaar waren er weer van allerlei initiatieven, kun je daar iets over vertellen? Dit jaar is er opnieuw weer een initiatief. Ik heb net al genoemd SeniorWeb die daar haar medewerking aan heeft verleend. Gelukkig weer met ondersteuning van het Oud-Burger Mannen- en Vrouwenhuis. Want ja, anders was dit initiatief echt niet van de grond gekomen. Die maken het echt mogelijk dat de zomerschool voor elke portemonnee te benaderen is, om het maar zo te zeggen. En daarnaast hebben we het regionale archief bereid gevonden om mee te participeren. Rijschoolhouder André Velders die weer een aantal cursussen verzorgt voor ons. Dus wat dat betreft weer een leuke scala van cursussen. Hey, en succesvol, want heel veel zijn al volgeboekt. Helaas wel. We hebben weer dit jaar heel veel mensen moeten teleurstellen. Ja, dat klopt. Ik had ongeveer zo'n 325 aanmeldingen gekregen. Ja, er is niet plaats voor iedereen. Dat is heel erg jammer. Hey, wat is er nog wel? Wat staat er nog wel open? Nou, er is helaas nog maar één mogelijkheid open. En dat is de afsluiting van de zomerschool op woensdag 19 augustus bij het regionaal archief. Het is wel een aanrader, zeker als je wat wil weten van de geschiedenis van Tiel. Er is een rondleiding in de oude archieven beneden. Dus wat dat betreft, en natuurlijk een gezellig drankje en een hapje. Dus wat dat betreft een aanrader. Het archief is altijd interessant om naar precies, te kijken. Precies, absoluut. Ja. Hey, de kinderraad, daar ben je ook bij betrokken. Ja, hoe gaat het daarmee? Hartstikke goed. Die hebben een heel goed jaar gehad. En hebben wat dat betreft ook een heel leuk jaarthema wat op 9 juli aanstaande zeg maar compleet wordt uitgevoerd. Wat is dat? Nou, dat is onder andere het meeparticiperen met de binnenstad. De binnenstad, de winkeliers hebben de handen ineen geslagen en gezegd, we moeten iets met die binnenstad. Het moet leuker, het moet fraaier. En de kinderen hebben gezegd, er ligt veel te veel troep in Tiel en in de binnenstad met name. En wij willen mensen motiveren om die troep niet op straat te gooien, maar in de bakken. En hoe gaan ze dat doen? Daar hebben ze een heel leuk idee voor geopperd. En dat is de afvalbakken versieren met kunst. Okay. Nu zitten ze onder de graffiti en troep en allerlei andere ellende. En de kinderen zijn van mening dat als je dat nou leuk aankleedt en mensen weet te motiveren, dan gooien ze die troep in de bak in plaats van op straat. En 9 juli worden de eerste drie bakken met verfraaiing worden onthuld door de wethouder Melissen. Leuk. En hoe gaan ze dat doen, die prullenbakken verfraaien?
Dat wordt gedaan door een particulier bedrijf dat het voor ook een groot gedeelte gesponsord heeft. Dat is Grasshopper die dat voor ons gaat doen. Je bent lekker bezig met je reclame. Ja, ik moet dat toch even zeggen, want er zijn toch mensen die mee participeren. Als we boete krijgen, dan participeer jij ook mee. Ja, de kinderraad, hè? Hey, dan participeer jij ook mee? Ik participeer al genoeg in vrije uren. Ja. Hey, tot slot, als mensen over die zomerschool nog meer informatie willen hebben, waar kunnen ze dat vinden? Ze kunnen, wat dat betreft, kunnen ze het vinden bij allerlei formulieren die zijn verstuurd. In de stad Tiel zijn de formulieren verstuurd. Die zijn op meer dan 10.000 huisadressen zijn die afgeleverd. Mm-hmm. Daarnaast is het zo dat je natuurlijk altijd nog even met het regionale archief, mocht je daar naartoe willen, contact kunt opnemen en je aan kunt melden. Ja, precies. Ja. Nou, hartstikke goed. Hey, als je weer eens nieuws te vertellen hebt, kom je dan weer langs? Dan kom ik zeker weer langs. Met dit mooie weer is het nooit de straf. Tot zover deze aflevering van dit programma. Natuurlijk zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.